Hey yo kijkers van ShadowGames23, ik ben Ronald en vandaag hebben we voor jullie een nieuwe episode van Zoo Tycoon 2 de Durpshoe. En ik dacht, weet je wat, ik heb vanmiddag niks te doen. Laat ik gewoon eens even een aflevering van de Durpshoe gaan opnemen. Dus maar goed, ik heb geen idee wat voor episode het is. Ik heb het eerlijk gezegd niet gecheckt. Ik denk episode 8 of zo, ergens in die lijn. Maar goed, vandaag gaan wij een dier plaatsen, wat ik wel in de vorige episode heb gevraagd. Wat is het niet misschien leuk om dit dier te plaatsen? Twee mensen zeiden een bever en twee mensen zeiden een panda. Dus nou is het in principe zoiets van, wat zal ik doen? Wel, ik ga met een beververblijf. Maar, wij gaan nog een keer een pandaverblijf doen, sowieso. Dus ik doe een beververblijf, omdat wel, ik vind ze hartstikke leuk. En misschien als dat allemaal snel gaat, gaan we nog het pandaverblijf maken. Maar goed, we gaan maar eens even snel beginnen, want als ik nog eventueel het pandaverblijf wil maken, dan moeten we wel even opschieten. Kom op, Zoe, laat eens even, huppakee. Hup. Vroeger deed het echt zo lang bij mijn oude computer, echt niet normaal. En ja jongens, ik weet niet of het bij jullie zo heet is, maar het is hier ongeveer 20 graden. Geen grapje, ik record dit op woensdag. Dus dit zal waarschijnlijk donderdag of vrijdag online komen. Goed, wel, in de vorige aflevering hadden we deze diertjes geplaatst hier. Reusluiaards. Weer wat we even gaan doen. We gaan dus even naar onze zoo-statistieken kijken. Even kijken, waar hebben we dat hier? Goed, we gaan eens even naar de dieren kijken. Wat? Wat? Oh! Mensen uit 2. Jong. Oké. Okay. Goed, hier wou ik even naartoe kijken. Oké, nou, krokodil, dodo. Kijk eens naar de dodo's. Even kijken, wat is dit? Stimulatie. Ja, het ontbreekt BB, stimulatie bij de dodo's. Zwanger, oh god, oh my god, wie dat zien in een keer een heel nest, holy shit man. Oké, mensenhaar, reuzenluiaard, hier alles, reuzenwolf, oké. Ik moet het even in guest mode zien, want dit moet gewoon even. Even kijken, oh, zit je vast in de grond, schatje, oh. Hoe, wat is dit ook voor stom beest? Hup, zo, jezus, jongen. Oké. Eens even kijken. En nee, jongens, ik ben dit even vergeten te vertellen, maar ik heb een lekkere milkshake. Gewoon omdat het kan. Oh mijn god, het is episch eigenlijk wel mijn moeder om net te brengen. Dus ja, weet je wat, laat ik maar. Is goed. Maar goed, het is een bananenmilkshake. Kijk, dit vind ik gewoon geweldig. Gewoon opnemen, lekker weer, milkshake erbij, kan niet beter. Bananenmilkshake, zo yummy. Wat is jullie favoriete milkshake? Laat het achter in de comments. Goed, kijk, dit is de perfecte plek voor een beververblijf. Kijk, dit is een beetje te klein voor een pandaverblijf. Daarom had ik ook al zoiets van, we doen bevers. Wat? Wat is dat nou? Hallo, vinden we dit normaal of zo? Hallo, dit kan gewoon niet. Stel T-Rex. Hele. Stel T-Rex. Oké, wat is dit nou weer voor gezeik? Kunstkarkas met vis. Ja, daar ben ik er heel klaar mee. Gewoon hup, verkopen die shit. Goed, hierheen. Goed. Ik wil bevers. Zo yummy. Even kijken, dit is wel een goed hek voor bevers, denk ik. Zo. Zo. Dit even weghalen. Wacht. Kunnen we niet zoiets fancy's doen zoals wij dat toen ook deden? Nee, willen wij dit even laten? Nee, oké, dat kan niet. Nou, in ieder geval, zo. Pom. Even kijken, beververblijf hoeft niet te OP groter zijn, dus doen we dit als beververblijf. Ik vind het helemaal lauw, kijk, maar dat is prima. Ik moet denk ik wel ietsjes groter, hoor, want als we meer bevers krijgen, wat sowieso gaat gebeuren, doe het zo. Maar een paar dingen groter, dus wat dat betreft, boeit. Daar maakt niemand zich druk om. Oké, goed. Moeras. Nu moet ik even een klein meertje maken natuurlijk voor die bevers. Kijk, ik heb al iets bedacht. Kijk, ik ga hier zo een rivier maken, zo. Kijk, dat komt hier dan uit in een grote, ja, wat is het, vijverachtig ding. Kijk, zo. Oké, nou wat dacht je hiervan? Dit staat wel leuk, denk ik. Zo, oké. Dat zo moet het goed. Shit, even kijken. Oké, even dieper maken natuurlijk. Ik vind de BFS wel fijn, wat dieper.
Op diepere plek waar ze kunnen duiken en alles. Tyrannosaurus Rex 1 heeft meer ruimte nodig. Yes, stop cutbeast. Echt waar. Nou ben ik er klaar mee. Wauw. Gewoon, wauw. Ja. Oké, ja. Wat gaan we hier aan doen, mensen? Game opnieuw opstarten. Terug naar hoofdmenu. Opslaan. Zonder opslaan dan, want dit is leuk. Echt, wat een start gewoon. Kijk, dit maakt mij nou gewoon echt ook chagrijnig gewoon. Oh, lekker. Oké dan. Goed. Wel, dan begint het beest vast weer de nest te bouwen daar. Tyrannosaurus, oh, maar dit moet ik zien. Zoek eens in die dierentuin, dat is geweldig. Ik zal even dat verblijf aanpassen. Want, dit ja. Kijk, zal ik dit even doen ondertussen? Oh god, nu gaat het krijgen. Niet op diezelfde plek, maar dat is zomaar waardeloos. Waardeloos kutbeest! Serieus! Wauw, gewoon. Hoe krijgt het beest het voor elkaar? Weet je wat? Ik vind het prima zo. Huppakee. Hup. Zo, GG. Oh, ik kan niet van die milkshake afblijven. Echt waar. Goed, kan ik nu eindelijk... Ja, dat regelen we later allemaal wel. Goed, bever. Hacken. We doen gewoon dit hack. Vind ik prima. Staat tenminste mooi bij dat andere hack. Hups. Nee, diep, ondiep. Stom ding. Jongens, laat even achter in de comments. Gaan jullie nog op vakantie binnenkort? Of wachten jullie gewoon lekker tot zomervakantie? Of gaan jullie nog een dagje weg of zo naar iets? Lijkt me wel leuk om even te weten wat mijn fans allemaal aan het doen zijn. Zo. Lekker diep. Even mooi maken zo. Dat ze het tenminste fatsoenlijk uit kunnen. Zo, vind ik wel prima. Oké, ik werk even wat sneller dan normaal. Speelgoed. Zo, natuurlijk zetten we er zo'n ding neer. Boeit mij het. Bomen. Boom. Dit wat mij echt wel een keer gaaf zou lijken. Om een keer level 10 te doen. Ik denk dat ik dat ga doen wanneer deze playthrough is afgelopen. Dus laat even achter in de comments. Wat voor game zou ik hierna moeten doen? Er komt volgens mij... Nee, er is al een update video online. Alleen daar heb ik het over games die hier nog voor zijn. Want uiteraard gaat deze serie nog een paar maanden door. Ja, maar heel veel mensen die zeiden wel... Nee, ga hier gewoon mee door. Het is episch, seizoen 2, jee. Wel, dat ga ik niet doen. Ik ga denk ik dan Left 4 Dead spelen. Of nou ja, laat even achter. Wat voor games zou ik hierna moeten spelen? Gewoon vertel het even. Moet je even alle games vergeten die ik daar heb verteld. Maar jullie mogen natuurlijk wel dat soort games gebruiken natuurlijk. Maar vertel gewoon even wat voor games moet ik spelen hierna. Moet ik beginnen met Skyrim playthrough op dit gaming kanaal? Moet ik beginnen met een playthrough van... Weet ik het. Van Left 4 Dead. Moet ik... Even kijken wat voor games ik... Assassin's Creed 3 gaan doen. Ik vind dat wel prima. Ik koop wel, maakt niet uit. Maar gewoon laat even achter in de comments. Wat zouden jullie willen dat ik doe? Even kijken. Weet je wat we gaan doen? We gaan gewoon lekker met lakens met eten te werk. Zo doen we dat hier, jongens. Even kijken. En nog even een holle boomstam natuurlijk. En even wat water. Kan natuurlijk niet vergeten worden. Oké, zo. En nog even van die blaadjes. Dat is wel prima. Takjes. Speelgoed, beetje wel speelgoed natuurlijk, ja, van deze dingen. Kunnen ze nesten mee bouwen, gaan ze ook allemaal doen uiteindelijk, dat is best wel falend hoe ze dat allemaal doen. Dan bouwen ze gewoon allemaal bruggen, dan moet ik al die bomen zo gaan vervangen. Zo naait altijd. Personeelsingang, daar, oké.
Dan wijs ik even iemand Soeda aan. Jij, prima. Jij. Oh, mijn god. Pium, zo. Niks lekkers dan een milkshake, echt waar. Reus lang aan het eten, heeft enorme honger. Ga dan eten. Ga dan eten, stom beest. Yummy. Zo, haha, zullen we weer mens van? Goed. Oké, bever. Bever nummer 1, bever nummer 2, prima. Zijn jullie blij? Hebben jullie alles wat je had begeerd? Steen, steen, grup, ja, planten. Boom, 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 en helemaal goed. We gaan eens even een guest mode kijken. En we zijn weer gestart bij natuurlijk. Oh mijn god, wat is dit nou? Ja, hallo. Oh, echt waar. Die dacht zeker dat die leeg was, hè? Nou, net zijn 0,3, dus kleinje. Oh god, er hebben de tumor kind weer. Kijk dan, al grote nou een tumor aan de hand, hè. Gadverdamme, hè. Laat je even nakijken, kind. Schoon, zo. Nu kunnen we eindelijk verder. Jongens. Ik plak helemaal, dus ik moet straks even mijn toetsen wat schoongemaken, want het is zo vies als wat. Nee, whatever. Reuzelui uit 1 heeft enorme honger. Wat doet dat beest dan? Ga dat vreten. Jezus, beest heeft nog meer vreten nodig. Laat ik altijd even blijven eten, mens. Ik ga er niet zeuren om vreten. Nou, heb je nu genoeg eten? Jezus. Oké. Okay. Hallo. Alweer kijk. Oh, hallo. Nog een bever. Kijk, dit is toch een leuk verblijf. Kijk, en dan hier zo. En dan. Kijk, die kunnen ze hier lekker duiken. Kijk dan. Oh, kijk dan. Oh, schattig. Oh. Van onderuit. Nee. Sowieso nog. Kijk, wacht even. Dum, 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 dum. Slurphaar, dat is een nieuw soort. Oh, je schijt daar. Gewoon, kijk daar. Heel leuk. Goed. Nu gaan we er even panda doen. Omdat het kan gewoon, omdat ik in een goede bui ben vandaag, gaan we twee dieren doen. Panda's. Zo, panda's? Dus koala's. Panda's. Reuspanda. Goed, gaan we even reuspanda doen. Ik denk hiernaast de dodo. Want het is ook, wat is het nou? Gemachtig gebouwd. Oh, doen we hem hier, dan kunnen we dit zo doen. Juist, prima. Juist. Hek voor gemachtigd woud. Die is wel leuk. Maar nee. Ik wil wat anders voor de piepapanda's. De piepapanda's. Even kijken, wat voor... Oh, dan moeten we een groot hek hier doen voor de panda's natuurlijk. Nee, emu, wat doe ik nou dan? Echt waar. Oké. En dan doen we gewoon... dit. Over de panda's. Dat wel leuk, denk ik. Ah, kijk, San. Perfecto mundo. Even kijken. Nee, verdomme. Tja, doen we tot hier. Daar ben ik wel content mee. Zo, panda's zijn schuw. Erg schuw. Dus, ja. Even kijken. Zo, en hatsaflats. Verzorger Lilo kan uitwerpselen niet bereiken. Nou, dan zal ik het wel weer doen. Hè, stop scheidwijf. Waarom moet ik het dan alles doen? Zo, dat even aanvullen. Ja, huppakee. Oh my god. Goed, wel, waar was ik bezig? Oké, hoe groot zijn die beesten? Dit is groot. Stel voor die prutpanda's. Oké, zo gemakkelijk gebouwd. Bosgrond doen we alleen omdat het gewoon mooier staat. Zo. En er is ook een mod. De Thanksgiving's mod. Daar kun je kalkoen en zo doen. Echt zo grappig. Als we rond Thanksgiving weer met een durpsoe bezig zijn. Durpsoe seizoen 2. Dan ga ik sowieso een... weet je wat ik altijd doen? Die mod installeren. Echt waar.
Goed, even kijken wel. Een holle boomstronk. Ik vind het helemaal lauw. Oké. Okay. En dan doen we even een grote grot zo. Die panda moet fatsoenlijk kunnen slapen, tenminste. Even bij zo bijdraaien dan dus. Nou, boomplanten aan. Even kijken. Ja, dat kan er allemaal niet. Zo'n berkenboompje ook altijd. Daar word ik helemaal gek van. Oké, okay, zo. Bam, 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 bam. Oké, okay, berkenbomen. Bam, jongen. Oh, wacht. Berk, zei ik. Bam, jongen. Berkenbomen. Zo, dit is gewoon te episch voor woorden. Oké, okay, dan kunnen we hier eten neerleggen. Even kijken, doen we water en vreet hier wat bij het huis. En dan hier leggen we wat neer. Dit is bamboe. Zo'n bamboe op in this bitch. Jee, dit is een grapje, mag ik hopen. Volgens mij is het beest gewoon ziek of zo. Te verzorgen. Kerel, kijk om je heen. Het stikt hier van het eten. Wat zijn jij nou te gapen dan? Ik heb emu. Ga vreten dan. Dit is hier. Wauw. Oké, als ik dus linker muisknop, dan loop ik. Oh, oké. Wauw, gewoon. Oké, zo. Boom. Goed, kan ik nu eindelijk verder naar mijn panda? Jezus. Panda. Oké. Goed, wel dat tot over eten. Speelgoed. Speelgoed, speelgoed, dat is ook zo'n ding. Nou, prima zo. Doe even zo, zo. Dit. Leggen we wat piepbeestjes bij het hol neer. Grote bal zo. Band bij dit ding. Balletjes daar. Rubber speelgoed. Zo, oké, okay, prima. Nou moeten we even wat. Sorry, doen. Panda's zijn erg schuw, dus veel bamboe en alles. Ja. Dit is even onzin. Echt waar, oké. Okay. Hou op met zeuren, stom ding. Ik ga het plaatsen of je het leuk vindt of niet. Nou, ik vind het. Ik ben er wel contact mee. Oh ja, connect mee, oké. Okay. Goed, panda's. Panda 1, panda 2, verzorger. Goed. Verblijf even bekijken natuurlijk. Oh, dit is best wel chill. Dit is best wel chill, jongens. Gewoon kijk eens even. Oh. Hallo. Ik dacht even geef trap tegen de panda. Nee, maar oké. Okay. Hoi. Oh, jammer. Ja, rol het huis maar in. Zo gaan we suipen, kutbeest. Stomme neger. Zo hier, in feest. Hier. Hij ging dwars door jou heen. Oh mijn god, spooky neger. Oké, even kijken. Dit aanvullen. Oh nee, dat hebben ze al. Al aan, dat hebben ze nog niet aangeraakt. Hè? Oh, maar ook even verzorgd. Wat nou? Moet je eens kijken op die lege blik van hem. Oh, zo schattig. Oh, weer zo kijken. Oh, weer zo kijken. Nee, oh, schattig. Zo heb ik een panda nog nooit zien eten. Echt waar, serieus. Fire from the sky. Zo, wat is dit nou? Huh. Grrr, oh, op de panda. Yeah, right in his face. Oké. Tyrannosaurus. Oh my god. Oh my god, dat wil ik zien. Baby! Baby Dino! Oh my god, wat is dat ding lelijk, echt waar. Hallo Dino, hallo. Oh baby Dino. Reuzeluid 1 heeft enorm bedorst. Oké, want nou heeft het beest dus dorst. Geweldig. Dan ga ik je ook wat drinken geven dan, hè? Wat meer te suipen, jongen. Oh, wat is dit nou? Kunnen de verzorger. Waarom vullen de verzorgers altijd vreten dan allemaal niet aan, jongen? Wat is het nou dan? Kan ik zeker alles gaan doen? Vind je het normaal of zo? Grijs of heeft een jonk gebaard? Ja, dat boeit me niet echt. Ja, stront dus te eten, laten we dat maar even opruimen. Ebik vellen. Teerput, waarom ga je niet even in de teerput? Zodat ik jou nooit meer hoef te zien? Ja, doe dat maar even. Vind ik erg fijn. Goed, want ik moet hiermee aan de gang. Ik voel dat deze episode gewoon al te lang wordt. Zoekers vinden die dieren toch geweldig. Oké, als ze me even dan wat donaties gaan geven, dan ben ik helemaal blij. Kijken, nou, we hoeven geen webcams. What the fuck, webcams? Nee, we hoeven hier geen. Weet je, call it neer te zetten. Verrekijkers, want het is overbodig. Oké, zo. Ik zet hier gewoon nog even wat bankjes neer. Gewoon zo. Gewoon wat random. En nog even een donatiebox. Helemaal prima. Ja, dat beest, het stikt er maar in, echt waar. Beaver. Wacht, die staat hier in het begin. Ja.
Dan ga ik even een boompje plaatsen. Wacht even, doen we even een boom hier en een boom daar. Oké, okay, zo. Kijken mensen wel tegen de boom aan, maar dat boeit me niet. Of nou ja, weet je wat, dan doen we de boom. Dan doen we de boom hier. Maar goed jongens, even kijken. Oh ja, ik moet de panda nog doen, hè. Godsamme. Goed. Jij even opdonderen. Wat is dit nou? Waarom ben je boos? Waarom ben je boos dan? Honger. Oh. Oh. Mensen willen vreten. Oké, okay, kop voor elkaar. Hier. Broodjeskraam. En een sushikraam. Ja, en een motherfucking kebabkraam. Zo. Wat had ik eigenlijk niet mogen zeggen, hè? I'm sorry. I am sorry. Je opdondere kutkind. Oké. Okay. Bankjes. Goed. Zeg maar een kleine plek waar ze de panda's kunnen bezichtigen in principe. Maar dat maakt mij niet uit. Dat boeit me niet. Ik ben gierig. Zo, oké. Okay. Helemaal goed, helemaal lauw. Ik ben er helemaal content mee. Weet je wat jongens, ik ga het hierbij laten. Laat even achter in de comments wat voor game moet ik hierna gaan spelen. Willen jullie echt, echt, echt nog heel graag een extra seizoen hiervan? Laat het dan even zien in de likes. Dus ja, want daar heb ik echt gewoon heel erg veel aan jongens. En hoe meer likes, hoe sneller de volgende episode gewoon komt. Want dan weet ik dat die serie nog populair is. Want er wordt zoveel bekeken. En ja, als nou gewoon ook even gewoon 20 mensen gewoon even een duimpje omhoog. What the fuck? What the fuck? Hoe ben jij? Wauw. Oké, okay, gewoon wauw. Ja, kwaloze Pocketino, echt waar. Hoe kan het beest ontsnapt zijn als dat hek wordt aangeraden? Echt waar ook. Grijze wolf 4. Oh my jezus, dat beest is vicious. Grijze wolf is al uitgebroken. Jongen, 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 jongen. Wat een chaos hier. Ja, het is nog wel opgelost, of niet dan? Hallo, het is opgelost, mensen. Jullie hoeven niet meer boos te zijn. Verzorg je Lilo. Wat was het nou met dat wolf voor paren of zo? Grijze wolf 4. Het is nog een pup, man! Oh nee. Oh, daar zetten we hem uit in de veld. Zo, nou gaan we dit even bekijken, zo. Grijze wolf 1 is in een kooi geplaatst. Oh, oké. Okay. Release, oké. Okay. Maar goed, jongens, bedankt voor het kijken allemaal. Laat eens even achter of je nog een tweede seizoen wilt. En tot volgende keer, jongens. Bedankt voor het kijken. Abonneer als je dat niet hebt gedaan. Volg me op Twitter, @ShadowGames23. En dan spreek ik jullie de volgende keer weer. Willen jullie meer? Raam dan even op het groene duimpje. En wel... Vertel even wat is jullie favoriete milkshake. Mijn is banaan. Dus ja, wel dat zeg ik. Later met ze.